Ik zeg zelf altijd, als je alle jaren je best blijft doen en je zorgt dat je een zwaardere biet hebt als vorig jaar, word je vanzelf een keer kampioen. Wie teelt dit jaar de zwaarste voederbiet? De strijd onder leden van het Dorstergebied is losgebarsten. Ja, ze staan in een verwarmd kastje, dus ze hebben wel alle dagen een klein beetje water nodig. Zoals ze hier in Noord-Holland willen zeggen, bloemen bij de finish, sigaren bij het eind. Dus dan zullen we het wel zien. Wat is er gebeurd dat ze te nat stonden? Ja, ik denk, ik heb nu goed gekeken of onderin nog nat genoeg was. Dat had ik al wat water bij, maar en toen begon het te draaien. En hardlopers zijn doodlopers, dus ja, het zegt gewoon nog niet alles. Hè? De vereniging bestaat 45 jaar. In februari zijn de jubileumzakjes met bietenzaad verzameld en verdeeld. Tijd nu om de planten in de volle grond te zetten. Ja, de Bietenclub is 45 jaar geleden opgericht. Het weddenschap met Piet Helder en Jack Keekman. Die zaten op een verjaarfeest. En de een zegt, ik heb nu toch een voederbiet staan. Die ander zegt, mijn is veel zwaarder. Nou, ben om een krat bier. Ja, en zo is eigenlijk uit die weddenschap is het Dorstergebied ontstaan. En nu is het 45 jaar. Ik weet bijna wel zeker dat we boven de 300 leden uitgaan. Het is gewoon een ludieke vereniging. En ik ben er zelf wel trots op dat mensen gewoon buiten in de natuur wat gaan doen. Dat vind ik gewoon wel belangrijk. Hoe noemde je dit stuk land nou? Nou, het magische landje, zei ik net voor de gein. Want ja, wie weet komt hier wel weer een hele grote biet vandaan. Maar nou volgt nu de truc een beetje. Als hij goed uit de pot komt. Ja, kijk, het bietje begint eronder te komen. Nou, wij zijn eigenlijk best wel fanatiek. We zitten al jaren in de ronde top 10 of in de top 10. Nou, ik ben natuurlijk al een paar keer kampioen geweest. Theo helaas nog niet. Die is twee keer tweede geweest, of toch? Tweede. Tweede en derde. Dus, ja, het begin is er, hè? Het begin is goed.